Goedenavond. We hebben vanavond. Stil maar, ik probeer te luisteren. We hebben deze avond hartstikke veel verschillende acts. Pedro en Rico. Rico! Pietro! En Rico! Pietro! 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 Enrico! Wat laten die gasten toch een troep achter in de bergen? Waar ben je? Niet te geloven. Mobiele telefoontjes, schimmetjes, alles. Niet te geloven. Ik zal wat gebruik krijgen. Sono Pietro! Ciao! 2 weken bergsmoedkamp van de NKBV! Sommigen vonden het zo gezellig, die gingen meteen 5 dagen weg. Volgens mij liggen die elkaar niet zo, want die zijn gelijk 5 dagen weg. Omloop om elkaar. We hebben het allemaal gezien. Van boven. Want wij zijn gidsen uit de hoge bergte. Bij ons is al snel iets hoog, dat begrijp je. Ja. Tja, wie hebben we hier allemaal op dat kamp gehad? Die kamp oudste, hoe heet die? Rick. Rick. Die zegt dat hij in de pianohandel zit. Pianomafia. Piano Mafia hier in Italië. Kijk, hij zegt dat hij op bivak gaat. Maar hij gaat. Hij heeft geheime afspraken met de Italiaanse Piano Mafia. Daarom neemt hij ook geen aansteker mee als hij op bivak gaat. Geen aansteker nodig, 4-sterren hotel. Ja. Avontuurlijke bergsportvakanties. Ja. Ja, maar, leuk hoor. Ja, iedereen heeft natuurlijk allemaal bijzondere dingen gezien hier, hè? Nou, zeker weten. Dat dacht je van die berggeiten. Ja. Iedere dag moeten we weer die horens opplakken. En mijn foto. Ja. Het is echt een steenbok. Ze zijn geiten. Ze zijn van plastic, maar ze blijven. Ze blijven ze fotograferen. Ja. En dan tegen elkaar zeggen, ik heb een steenbok gezien hoor. Maar kijk, die pianomafia, kijk, wij kunnen natuurlijk niks suggereren en ook niks hard maken. Maar er zijn hier natuurlijk mensen die banden hebben in die pianowereld. En mensen uit het financiële circuit van de Wassenaar. Ja. Allebei in de leiding. Ja, zien jullie wat? Ja. En weet je, het is op als je dan in het complot zit en je wil je verkleden als bergwandelaar, nou dan doe je het echt niet zoals Maarten hoor, echt niet. Dat klopt helemaal niks. Maar we kunnen niks hard maken, we willen niks suggereren. Echt niet. Maar het is wel opmerkelijk. Heel toevallig. Ja. En dan hebben we nog die iPhone 5, die had je helemaal niet terug moeten brengen. Echt niet. Die jongen had liever een 6 gewild, jongen. Die jongen had een 6 en die tegen de terug. Had hij bijna voor elkaar. Ja. Dan hebben we nog weer op dit kamp gehad. Ja, je hebt dat koppel, die vader en die moeder. Oh, met die dochter, met die blonde dochter. Die blonde dochter. Wil lopen. Ja, die vindt het fantastisch om lange bergtochten te maken. Ja, vooral even zware lange tochten. Vindt ze fantastisch. Nou, chapeau hoor. Chapeau. Ja. Wel even een applaus voor. Ja, en dan heb je nog de interesse
van de jongere deelnemers in elkaar. Ja. Nou, wat is zo hier op dit kant. Opmerkelijk, hè? We hebben heel wat jaren gezien. Ja, maar zo erg als dit, ja. Heel wat jaren gezien, maar dit slaat alles. Ja, we hebben, ja, ik kan natuurlijk niet alle namen noemen, maar... Het slaat dan buiten, waarschijnlijk omdat die Nederlanders denken dat ze dan minder hoeven te betalen. Dan moeten ze op de parkeerplaats gaan slapen. Ja, dan moeten ze gewoon op de parkeerplaats gaan. Maar hoe dat allemaal zit met al die jeugd door elkaar. Het, ja. Dan heb je Rick. Nee. Rick? Rick? Ja. Jeetje. Steven? Steven? Ja. Wat is er aan de hand met die gasten? Ga wandelen. Daar kom je hier voor. En die dames? Ja, die dames van achter in het veld. Het is een avondvullend programma als je daarover gaat hebben. Ja, kijk, die zijn eigenlijk in de 20, maar die hebben zich vermomd als dames van middelbare leeftijd. Ja. En dan zijn het nog van die dames die denken dat als je 50 kilometer moet rijden en je gaat met twee auto's, dat je maar 25 hoeft te krijgen. Ik moet zeggen, die ene, die wil ik wel in mijn bergetje hebben. Maar goed, Oh, ja. Ja, volgens mij hebben ze gewoon een hartstikke leuk kamp gehad. Ja. Ja, en ik denk dat we het daar ook mee moeten laten. Ja, ik vind het een geslaagd kamp hoor, dit jaar. Okay. Ja, okay. Ja. En NKBV... Zo, hè. Ja, ik ben nooit meer terug. We wilden die tent toch terug, hè? Wel dan nog. Ja, geweldig. Hoor je dat er ook bij? Nee. Super. Ja. Ja. Ik vind het erg mooi. Jij hebt het eraf gegeven. Mogen wij? Zal ik het doen? Nee, van ons niet. Ik heb erop. Zo, Bas, jij bent het. Even harsen. Maar dat mag niet. Hij heeft al los. Ja, het is. Oh, wie heeft er zo sterk van? Oh, geweldig, wat een echt.